We even naar IS gaan. Ik geloof dat 8 van de 10 mensen die in het kader van IS zitten oud-Irakezen zijn uit het leger van Saddam Hussein. Hè? IS is grotendeels een Irakese organisatie. En laten we maar starten op het moment dat de Amerikanen Irak bezet hebben. Dus dat is vanaf 1 maart 2003. En toen moesten ze moesten iets met Irak, als je het eenmaal bezette. Laat ik er nog even kort bij zeggen, er was geen enkele reden om dat te doen. Saddam Hussein had totaal niets te maken met 9-11. Dat hebben de Amerikanen uitgevonden dat het wel zo was. En een hele lange propagandaoorlog gevoerd dat het zo was. En nu hebben ze Irak bezet. En vanaf dat moment hebben ze vrijwel alles fout gedaan. Ze hebben de Ba'athpartij opgeheven. Dat was het officiële politieke instrument van Saddam Hussein. En ze hebben bovendien het leger ontbonden. Allemaal Bremer, ooit ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland. Toen al een vervelend autoritair baasje. En dat was hij in Irak uiteindelijk ook. Want dat betekende dat duizenden en duizenden mannen met een heel behoorlijke baan en een heel aardig inkomen plotseling... alles kwijt waren. Ja, alles kwijt waren. Ze hebben heel kort nog een soort uitkering gekregen... maar dat was volstrekt onvoldoende om van te leven. Ja. Dus wat moesten die mensen? Het waren vrijwel allemaal Soenieten... want het regime in Irak was een Soenitisch minderheidsregime... wat de Sjiitische meerderheid onderdrukte. Dus de meeste van die lui hebben zich onmiddellijk aangesloten... bij een soort van low-key opstand tegen de Amerikaanse aanwezigheid. We weten allemaal hoe effectief die in feite is geweest. Ondertussen bouwden de Amerikanen aan een democratie in Irak... en de Sjiiten zijn daarin de meerderheid. Dus het lag nogal in de verwachting... dat er ook een Sjiitische regering zou komen... onder leiding van precies de verkeerde figuur, Nouri al-Maliki. Ja. En wat heeft hij gedaan? Die heeft eigenlijk in toenemende mate een sectarisch intolerant bewind gesticht... waarbij Soenieten werden ontslagen, de Soenitische vicepresident moet vluchten naar Koerdistan. Het was een wanvertoning. En daarvan heeft eigenlijk de beweging, die eerst Al-Qaeda in Irak heette, gebruik gemaakt... om in feite een soort van weerstandsbeweging te stichten. Die al-Bakr al-Baghdadi, die daar nu de baas van is... die is in ongeveer 2010 is die daar de leider van geworden. Niemand stelde zich daar veel voor, maar hij blijkt dat enorm goed gedaan. Hij begint zijn carrière in een Amerikaans gevangenenkamp in 2004... waarin hij in feite al die lui heeft leren kennen... die nu het kader vormen van IS. En zij richten zich, IS richt zich in eerste instantie tegen Assad... en wordt door bijna iedereen, ook in het Westen gezien... als misschien ook nog wel een partner tegen Assad. Ja, ze hebben de Syrische burgeroorlog gebruikt... als een soort van opstap naar een beheersing van gebied. Op een moment heeft al-Bakr bedacht... ik wil eigenlijk een staat stichten, het nieuwe kalifaat geheten. En al die Soeni-steden die langs de Eufraat en het Tigris liggen... hadden schoon genoeg van het Sjiitische bewind. En dat was allemaal keurig voorbereid. En hebben zich laten bewerken door IS om in feite onder IS-gezag te geraken. Ja. Zo is in feite het nieuwe kalifaat ontstaan. In Syrië was dat ook mogelijk... omdat IS zich daar vrij snel gericht heeft tegen andere verzetsgroepen tegen Assad. Ja. Maar in algemene zin kun je zeggen, hebben de Amerikanen dus eerst de basissituatie gecreëerd... waarin het mogelijk was om de IS-beweging van de grond te krijgen. Zonder de Amerikaanse interventie in Irak, nogmaals een totaal overbodige exercitie... zou dit allemaal niet gebeurd zijn. Dat is de ironie van de zaak. Wij vechten nu tegen een monster wat Amerika gecreëerd heeft. Ja. En als je met Amerika identificeert, kun je zeggen wat wij zelf gecreëerd hebben. Nou ja, goed, ik zeg we zelf, omdat wij ook Nederland in zekere zin een betrokkenheid hebben. Nou ja, wij zijn zowel in Afghanistan als in Irak betrokken geweest bij het Amerikaanse optreden. En dat hadden we naar mijn idee zeker niet moeten doen. U hoort, het is uw schuld eigenlijk. Ja, dat is nog korter dan de bocht van het exposé hiervoor. Het ligt er net waar je de geschiedschrijving begint. Ik vind het een interessant exposé voor een scriptie. Maar het gedeelte waarin een minderheid een land terroriseert... ja, daar kun je ook weer een heel exposé over hoe dat allemaal weer komt. Maar we gaan niet in de geschiedenis zitten, hoor. We moeten nu ook even blijven bij waar we nu zijn. Maar ik vind het typisch Nederlands. Ja. En natuurlijk, als je verstand van geschiedenis hebt... zou het gek zijn als je daar niet heel veel over zou willen vertellen... Maar waar het nu over gaat is, hoe zorgen we er nu voor dat we als Nederland niet voortdurend eerst gaan nadenken over procedures en wie de schuld heeft. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen gewoon blij naar zijn werk gaat? Ik liep vanmiddag over het Binnenhof, ben in de Tweede Kamer geweest. Ik heb geen spoor ontdekt van nervositeit. Ik zag wat meer margezees op straat, duurde iets langer voor ik binnenkwam. Met op een uiterst Hollandse manier, uitermate flegmatiek, werd daarmee omgegaan. Ja. Dat is de realiteit. Ja. En wiens schuld het is, zullen we het later zeker ongetwijfeld nog over hebben. En dan, ja, met geschiedkundigen is net als economen. We hebben ook nooit een kredietcrisis gehad, of wel? Daar kom je misschien dus aan. Wacht even, we kunnen hier namelijk wel enige conclusies uittrekken. Nou, alle militaire interventies die de Amerikanen gepleegd hebben, zijn uitgedraaid op massale mislukkingen. Of het nu Afghanistan is. Voor de Tweede Wereldoorlog wel een aardig succes eigenlijk. Libië, ja, we hebben het nu even over het Midden-Oosten. Want nu gaat u al ver terug. Hè. U verwijt mij dat ik over geschiedenis praat. En hij geen geschiedkundige. We komen straks bij de 80-jarige oorlog aan. Ja? Volwaardige interventie. Even een aantal dingen uit het oog verliezen. Het is Osama Bin Laden die Amerika heeft aangevallen om een actie van het Westen uit te lokken. Omdat het, daar is hij wel grotendeels in geslaagd. Ik heb altijd gedacht... Het gaat meer dan Amerika. Waarom? Omdat Osama Bin Laden en de ideologie van Al-Qaeda al langer bestond. En die ideologie wou juist dat Amerika en het Westen daar in die modderpoel terechtkwamen. Dat hebben ze gedaan. Om hun droom waar te maken. Dus dat betekent dat ze momenteel hun droom aan het verwezenlijken zijn. Die jongens, waar we het net over hebben, die mannen, jonge mannen... zijn die met dit soort geschiedenislessen bezig? Gebruiken die dat? Zeggen die dat van daar en daarom en daarom wil ik mij aansluiten en daarom wil ik daar naartoe? Ze lezen niet de volledige geschiedenis, niet de genuanceerde geschiedenis, wetenschappelijk benaderd, maar specifieke gebeurtenissen. De val van het kalifaat bijvoorbeeld, hoe dat de Arabieren werden bedrogen, omdat hen een Arabisch kalifaat werd beloofd. Daarna de kolonisatieperiode, dekolonisatieperiode... dictaturen. En natuurlijk, de droom van het kalifaat leeft onder moslims. Wij vergeten dat. 4 jaar na de val van het kalifaat zagen we de moslimbroeders een partij oprichten om het kalifaat te herstellen. Daarom dat ik zeg van die droom, die ideologie om het kalifaat te herstellen leeft onder moslims alvorens Bush geboren was. Maar bent u dan niet met me eens dat de Amerikanen werkelijk het stomste hebben gedaan wat ze hadden kunnen doen? Ik heb altijd gedacht dat Osama elke dag, elk jaar een kerstkaartje stuurde naar het Witte Huis. Geachte president Bush, wat ben ik u diep, diep dankbaar voor de stupiditeiten die u bedreven heeft in de afgelopen jaren. Abu Musab al-Suri, een strateeg van Al-Qaeda, heeft geen kaarten meer. 6 punten. Nee, nu niet meer. Nee. De strateeg van Al-Qaeda, Abu Musab al-Suri, heeft 6 punten uitgestippeld hoe dat het kalifaat moet hersteld worden. En een van die punten was een oorlog ontketenen in Irak. En dat was alvorens Bush aan de macht kwam in Amerika. Die oorlog is er nu. En die is er geweest. En die is eigenlijk nog steeds gaande. Er zijn 40.000 tot 50.000, de getallen wijken iets van elkaar af. Mensen die eigenlijk deel uitmaken van die islamitische staat. Militair gezien zou je zeggen appeltje eitje of niet? Nee, daar is helaas te complex voor. U vroeg net waarom gaan die Fransen nu meteen bombarderen. Dat is natuurlijk alleen maar voor het nationale toneel. Omdat iedereen boos is, teleurgesteld en wil dat er iets gaat gebeuren. Maar aan de andere kant, de politiek eist ook in het Nederlandse geval altijd precisie, precisie, precisie. Geen collateral damage. Dus de doelen die aangevallen worden, die hebben wel degelijk met IS te maken. Daar win je overigens, daar ben ik volstrekt met onze historicus eens, geen oorlog mee. Maar je houdt ze wel klein, je houdt ze bezig, je houdt ze on the run. En je maakt ze ook geen magneet voor mensen die twijfelen of ze in deze samenleving verder moeten op. Dat laatste waar ik te betwijfelen. Waarom zou het geen magneet zijn? Want juist als ze aangevallen worden, kunnen nog meer jongens toch zeggen uit de buurt waar u vandaan komt. Inderdaad. Dus de slogan van IS luidt Baqi wa tamaddat. Dus het zal blijven en het zal uitbreiden. Het Westen is erin geslaagd om het te beperken. Het niet verder te laten uitbreiden. Zonder die bombardementen hadden ze zeker Baghdad ingenomen, voor alle duidelijkheid. Dus het is beperkt. Maar die bombardementen zorgen ervoor dat de IS in hun propagandafilmpjes meer kunnen recruteren. Omdat er sowieso onschuldige mensen sterven. En die camera's worden gericht natuurlijk op die onschuldige mensen. Ook al zijn het er maar 2 of 3. Dus ik ga hiermee volledig akkoord dat zonder boots on the ground een oorlog nooit kan gewonnen worden. Oké, dat vind ik een andere vraag. Maar het feit waar jij het over hebt is het gaat over propaganda en hoe je die propaganda voedt. Maar kan je toch verzekeren als commandostructuren vernietigd worden, als geld vernietigd wordt, als wapens vernietigd worden, dat het lastig is om een organisatie, hoe je hem ook noemt, in stand te houden en effectief te laten zijn. Dan blijft uiteindelijk alleen propaganda over. Okay. Keep them on the run. Het is wel aantrekkelijk. En ik denk dat de IS vandaag beseft dat het kalifaat die zij hebben gesticht niet per se een kalifaat is, omdat zij de moslims niet beschermen. Maar ze gebruiken die concepten die leven onder de moslimbevolking om te recruteren. Toen jongeren in Nederland hoorden over het herstel van het kalifaat, iets waar dat ze dagelijks misschien mee geconfronteerd worden op internet tijdens conferenties, dan was het zo van, ja, wij hebben het gedaan. Wij hebben de koloniale grenzen uitgewist. En dit heeft de IS natuurlijk gebruikt om te recruteren. Ja. De droom, het concept. Ik geloof wel helemaal niet dat ze in staat zouden zijn om Bagdad in te nemen. Want dat is echt een militaire klus van totaal andere aard dan al die relatief kleinere steden daar. Zonder bombardement hadden ze Bagdad. Ik denk dat ze Bagdad kunnen nemen en dan. Zeker. Jongens, laten we dit gedeelte van het voorspellend stratego even achterwege laten. Uittrekken. Alle militaire interventies die de Amerikanen gepleegd hebben, zijn uitgedraaid op massale mislukkingen. Of het nu Afghanistan is, de Tweede Wereldoorlog wel een aardig succes eigenlijk. Libië, ja, we hebben het nu even over het Midden-Oosten. Want nu gaat u al ver terug. Hè. U verwijt mij dat ik over geschiedenis praat. En hij geen geschiedkundige. We komen straks bij de 80-jarige oorlog aan. Ja, vond wel aardige interventie. Een aantal dingen uit het oog verliezen. Het is Osama Bin Laden die Amerika heeft aangevallen om een actie van het Westen uit te lokken. Omdat het, daar is hij wel grotendeels in geslaagd. Ik heb altijd gedacht... Het gaat meer dan Amerika. Waarom? Omdat Osama Bin Laden en de ideologie van Al-Qaeda al langer bestond. En die ideologie wou juist dat Amerika en het Westen daar in die modderpoel terechtkwamen. Dat hebben ze gedaan. Om hun droom waar te maken. Dus dat betekent dat ze momenteel hun droom aan het verwezenlijken zijn. Die jongens, waar we het net over hebben, die mannen, jonge mannen... zijn die met dit soort geschiedenislessen bezig? Gebruiken die dat? Zeggen die dat van daar en daarom en daarom wil ik mij aansluiten en daarom wil ik daar naartoe? Ze lezen niet de volledige geschiedenis, niet de genuanceerde geschiedenis, wetenschappelijk benaderd, maar specifieke gebeurtenissen. De val van het kalifaat bijvoorbeeld, hoe dat de Arabieren werden bedrogen, omdat hen een Arabisch kalifaat werd beloofd. Daarna de kolonisatieperiode, dekolonisatieperiode... dictaturen. En natuurlijk, de droom van het kalifaat leeft onder de moslims. Wij vergeten dat. 4 jaar na de val van het kalifaat zagen we de moslimbroeders een partij oprichten om het kalifaat te herstellen. Daarom dat ik zeg van die droom, die ideologie om het kalifaat te herstellen leeft onder moslims alvorens Bush geboren. Nou laten we even naar IS gaan. Ik geloof dat 8 van de 10 mensen die in het kader van IS zitten oud-Irakezen zijn uit het leger van Saddam Hussein. Hè? IS is grotendeels een Irakese organisatie. En laten we maar starten op het moment dat de Amerikanen Irak bezet hebben. Dus dat is vanaf 1 maart 2003. En toen moesten ze moesten iets met Irak, als je het eenmaal bezet hebt. Laat ik er nog even kort bij zeggen, er was geen enkele reden om dat te doen. Saddam Hussein had totaal niets te maken met 9-11. Dat hebben de Amerikanen uitgevonden dat het wel zo was. Een hele lange propagandaoorlog gevoerd dat het zo was. En nu hebben ze Irak bezet. En vanaf dat moment hebben ze vrijwel alles fout gedaan. Ze hebben de Ba'athpartij opgeheven. Dat was het officiële politieke instrument van Saddam Hussein. En ze hebben bovendien het leger ontbonden. Allemaal Bremer, ooit ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland. Toen al een vervelend autoritair baasje. En dat was hij in Irak uiteindelijk ook. Want dat betekende dat duizenden en duizenden mannen met een heel behoorlijke baan en een heel aardig inkomen plotseling... alles kwijt waren. Ja, alles kwijt waren. Ze hebben heel kort nog een soort uitkering gekregen... maar dat was volstrekt onvoldoende om van te leven. Ja. Dus wat moesten die mensen? Het waren vrijwel allemaal Soenieten. Want het regime in Irak was een Soenitisch minderheidsregime... wat de Sjiitische meerderheid onderdrukte. Dus de meeste van die lui hebben zich onmiddellijk aangesloten... bij een soort van low-key opstand tegen de Amerikaanse aanwezigheid. We weten allemaal hoe effectief die in feite is geweest. Ondertussen bouwden de Amerikanen aan een democratie in Irak... en de Sjiïten zijn daarin de meerderheid. Dus het lag nogal in de verwachting dat er ook een Sjiïtische regering zou komen. Onder leiding van Benazin, kun je zeggen, hebben de Amerikanen dus eerst de basissituatie gecreëerd... waarin het mogelijk was... om de IS-beweging van de grond te krijgen. Zonder de Amerikaanse interventie in Irak, nogmaals een totaal overbodige exercitie, zou dit allemaal niet gebeurd zijn. Dat is de ironie van de zaak. Wij vechten nu tegen een monster wat Amerika gecreëerd heeft. Ja. En als je met Amerika identificeert, kun je zeggen wat wij zelf gecreëerd hebben. Nou ja, goed, ik zeg we zelf, omdat wij natuurlijk, ook Nederland in zekere zin een betrokkenheid hebben. Nou ja, wij zijn zowel in Afghanistan als in Irak betrokken geweest bij het Amerikaanse optreden. En dat hadden we naar mijn idee zeker niet moeten doen. U hoort, het is uw schuld eigenlijk. Ja, dat is nog korter dan de bocht van het exposé hiervoor. Het ligt er net waar je de geschiedschrijving begint. Ik vind het een interessant exposé voor een scriptie. Maar het gedeelte waarin een minderheid een land terroriseert... ja, daar kun je ook weer een heel exposé over hoe dat allemaal weer komt. Maar we gaan niet veel in de geschiedenis zitten, hoor. We moeten nu ook even blijven bij waar we nu zijn. Ik vind het typisch Nederlands. En natuurlijk, als je verstand van geschiedenis hebt... zou het gek zijn als je daar niet heel veel over zou willen vertellen. Maar waar het nu over gaat, is hoe zorgen we er nu voor dat... we als Nederland niet voortdurend eerst gaan nadenken over procedures en wie de schuld heeft. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen gewoon blij naar zijn werk gaat? Ik liep vanmiddag over het Binnenhof, ben in de Tweede Kamer geweest. Ik heb geen spoor ontdekt van nervositeit. Ik zag wat meer margezees op straat, duurde iets langer voor ik binnenkwam. En op een uiterst Hollandse manier, uitermate flegmatiek, werd daarmee omgegaan. Ja. Dat is de realiteit. Ja. En wie schuld het is, zullen we het later zeker ongetwijfeld nog over hebben. En dan... ja, met geschiedkundigen is net als economen. We hebben ook nooit een kredietcrisis gehad, of wel? Daar kom je misschien niet aan. Wacht even, we kunnen hier namelijk wel enige conclusies... precies de verkeerde figuur, Nouri al-Maliki. Ja. En wat heeft hij gedaan? Die heeft eigenlijk in toenemende mate... een sectarisch intolerant bewind gesticht... waarbij Soenieten werden ontslagen. De Soenitische vicepresident moet vluchten naar Koerdistan. Het was een wanvertoning. En daarvan heeft eigenlijk de beweging, die eerst Al-Qaeda in Irak heette, gebruik gemaakt om in feite een soort van weerstandsbeweging te stichten. Die al-Bakr al-Baghdadi, die daar nu de baas van is, die is in ongeveer 2010 is die daar de leider van geworden. Niemand stelde zich daar veel voor, maar hij blijkt dat enorm goed gedaan. Hij begint zijn carrière in een Amerikaans gevangenenkamp in 2004... waarin hij in feite al die lui heeft leren kennen... die nu het kader vormen van IS. En zij richten zich, IS richt zich in eerste instantie tegen Assad... en wordt door bijna iedereen, ook in het Westen gezien... als misschien ook nog wel een partner tegen Assad. Ja, ze hebben de Syrische burgeroorlog gebruikt... als een soort van opstap naar een beheersing van gebied. Op een moment heeft al-Bakr bedacht... ik wil eigenlijk een staat stichten, het nieuwe kalifaat geheten. En al die Soeni-steden die langs de Eufraat en de Tigris liggen... hadden schoon genoeg van het Sjiitische bewind. En dat was allemaal keurig voorbereid... en hebben zich laten bewerken door IS... om in feite onder IS-gezag te geraken. Ja. Zo is in feite het nieuwe kalifaat ontstaan. In Syrië was dat ook mogelijk... omdat IS zich daar vrij snel gericht heeft tegen andere verzetsgroepen tegen Assad. Ja. Maar in algemeen... Maar bent u dan niet met me eens dat de Amerikanen werkelijk het stomste hebben gedaan wat ze hadden kunnen doen? Ik heb altijd gedacht dat Osama elke dag, elk jaar een kerstkaartje stuurde naar het Witte Huis. Geachte president Bush, wat ben ik u diep, diep dankbaar voor de stupiditeiten die u bedreven heeft in de afgelopen jaren. Abu Musab al-Suri, een strateeg van Al-Qaeda, heeft geen kaarten meer. Nee, nu niet meer. Nee. De strateeg van Al-Qaeda, Abu Musab al-Suri, heeft 6 punten uitgestippeld... hoe dat het kalifaat moet hersteld worden. En een van die punten was een oorlog ontketenen in Irak. En dat was alvorens Bush aan de macht kwam in Amerika. Die oorlog is er nu. En die is er geweest en die is eigenlijk nog steeds gaande. Er zijn 40.000 tot 50.000, de getallen wijken iets van elkaar af... mensen die eigenlijk deel uitmaken van die islamitische staat. Militair gezien zou je zeggen, appeltje eitje of niet? Nee, daar is helaas te complex voor. U vroeg net waarom gaan die Fransen nu meteen bombarderen. Dat is natuurlijk alleen maar voor het nationale toneel. Omdat iedereen boos is, teleurgesteld en wil dat er iets gaat gebeuren. Maar aan de andere kant, de politiek eist ook in het Nederlandse geval altijd precisie, precisie, precisie. Geen collateral damage. Dus de doelen die aangevallen worden, die hebben wel degelijk met IS te maken. Daar win je overigens, daar ben ik volstrekt met onze historicus eens, geen oorlog mee. Maar je houdt ze wel klein, je houdt ze bezig, je houdt ze on the run... en je maakt ze ook geen magneet voor mensen die twijfelen... of ze in deze samenleving verder moeten op. Dat laatste waar ik te betwijfelen. Waarom zou het geen magneet zijn? Want juist als ze aangevallen worden... kunnen nog meer jongens toch zeggen uit de buurt waar u vandaan komt. Inderdaad. Dus de slogan van IS luidt... Baqi yawat tamaddad. Dus het zal blijven en het zal uitbreiden. Het Westen is erin geslaagd om het te beperken. Het niet verder te laten uitbreiden. Zonder die bombardementen hadden ze... Dat de Amerikanen Irak bezet hebben. Dus dat is vanaf 1 maart 2003. En toen moesten ze, iets met Irak, als je het eenmaal bezette. Laat ik er nog even kort bij zeggen, er was geen enkele reden om dat te doen. Saddam Hussein had totaal niets te maken met 9-11. Dat hebben de Amerikanen uitgevonden dat het wel zo was. Een hele lange propagandaoorlog gevoerd dat het zo was. En nu hebben ze Irak bezet. En vanaf dat moment hebben ze van vrijwel alles fout gedaan. Ze hebben de Ba'athpartij opgeheven. Dat was het officiële politieke instrument van Saddam Hussein. En ze hebben bovendien het leger ontbonden. Allemaal Bremer, ooit ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland. Toen al een vervelend autoritair baasje. En dat was hij in Irak uiteindelijk ook. Want dat betekende dat duizenden en duizenden mannen... met een heel behoorlijke baan en een heel aardig inkomen plotseling... alles kwijt waren. Ja, alles kwijt waren. Ze hebben heel kort nog een soort uitkering gekregen... maar dat was volstrekt onvoldoende om van te leven. Ja. Dus wat moesten die mensen? Het waren vrijwel allemaal Soenieten... want het regime in Irak was een Soenitisch minderheidsregime... wat de Sjiitische meerderheid onderdrukte. Dus de meeste van die lui hebben zich onmiddellijk aangesloten... bij een soort van low-key opstand tegen de Amerikaanse aanwezigheid. We weten allemaal hoe effectief die in feite is geweest. Ondertussen bouwden de Amerikanen aan een democratie in Irak... en de Sjiiten zijn daarin de meerderheid. Dus het lag nogal in de verwachting... dat er ook een Sjiitische regering zou komen. Onder leiding van Benazin, kun je zeggen, hebben de Amerikanen dus eerst de basissituatie gecreëerd... waarin het mogelijk was om de IS-beweging van de grond te krijgen. Zonder de Amerikaanse interventie in Irak, nogmaals een totaal overbodige exercitie... zou dit allemaal niet gebeurd zijn. Dat is de ironie van de zaak. Wij vechten nu tegen een monster wat Amerika gecreëerd heeft. Ja. En als je met Amerika identificeert, kun je zeggen wat wij zelf gecreëerd hebben. Nou ja, goed, ik zeg we zelf, omdat wij natuurlijk, ook Nederland in zekere zin een betrokkenheid hebben. Nou ja, wij zijn zowel in Afghanistan als in Irak betrokken geweest bij het Amerikaanse optreden. En dat hadden we naar mijn idee zeker niet moeten doen. U hoort, het is uw schuld eigenlijk. Ja, dat is nog korter dan de bocht van het exposé hiervoor. Het ligt er net waar je de geschiedschrijving begint. Ik vind het een interessant exposé voor een scriptie. Maar het gedeelte waarin de minderheid een land terroriseert... ja, daar kun je ook weer een heel exposé over hoe dat allemaal weer komt. Maar we gaan niet veel in de geschiedenis zitten, hoor. We moeten ook even blijven bij waar we nu zijn. Maar ik vind het typisch Nederlands. Ja. En natuurlijk, als je verstand van geschiedenis hebt... zou het gek zijn als je daar niet heel veel over zou willen vertellen. Maar waar het nu over gaat, is hoe zorgen we er nu voor dat... we als Nederland niet voortdurend eerst gaan nadenken over procedures en wie de schuld heeft. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen gewoon blij naar zijn werk gaat? Ik liep vanmiddag over het Binnenhof, ben in de Tweede Kamer geweest. Ik heb geen spoor ontdekt van nervositeit. Ik zag wat meer margezees op straat. Zijn die met dit soort geschiedenislessen bezig? Gebruiken die dat? Zeggen die dat van daar en daarom en daarom wil ik mij aansluiten... en daarom wil ik daar naartoe? Ze lezen niet de volledige geschiedenis, niet... genuanceerde geschiedenis, wetenschappelijk benaderd, maar specifieke gebeurtenissen. De val van het kalifaat bijvoorbeeld, hoe dat de Arabieren werden bedrogen, omdat hen een Arabisch kalifaat werd beloofd. Daarna de kolonisatieperiode, dekolonisatieperiode, dictaturen. En natuurlijk, de droom van het kalifaat leeft onder de moslims. Wij vergeten dat. 4 jaar na de val van het kalifaat zagen we de moslimbroeders een partij oprichten om het kalifaat te herstellen. Daarom dat ik zeg van die droom, die ideologie om het kalifaat te herstellen leeft onder moslims alvorens Bush geboren. Nou laten we even naar IS gaan. Ik geloof dat 8 van de 10 mensen die in het kader van IS zitten oud-Irakezen zijn uit het leger van Saddam Hussein. Hè? IS is grotendeels een Irakese organisatie. En laten we maar starten op het moment dat de Amerikanen Irak bezet hebben. Dus dat is vanaf 1 maart 2003. En toen moesten ze, iets met Irak, als je het eenmaal bezette. Laat ik er nog even kort bij zeggen, er was geen enkele reden om dat te doen. Saddam Hussein had totaal niets te maken met 9-11. Dat hebben de Amerikanen uitgevonden dat het wel zo was. Een hele lange propagandaoorlog gevoerd dat het zo was. En nu hebben ze Irak bezet. En vanaf dat moment hebben ze vrijwel alles fout gedaan. Ze hebben de Ba'athpartij opgeheven. Dat was het officiële politieke instrument van Saddam Hussein. En ze hebben bovendien het leger ontbonden. Allemaal Bremer, ooit ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland. Toen al een vervelend autoritair baasje. En dat was hij in Irak uiteindelijk ook. Want dat betekende dat duizenden en duizenden mannen met een heel behoorlijke baan en een heel aardig inkomen plotseling... alles kwijt waren. Ja, alles kwijt waren. Ze hebben heel kort nog een soort uitkering gekregen, maar dat was volstrekt onvoldoende om van te leven. Ja. Dus wat moesten die mensen? Het waren vrijwel allemaal Soenieten, want het regime in Irak was een Soenitisch minderheidsregime wat de Sjiitische meerderheid onderdrukte. Dus de meeste van die lui hebben zich onmiddellijk aangesloten bij een soort van low-key opstand tegen de Amerikaanse aanwezigheid. We weten allemaal hoe effectief die in feite is geweest. Ondertussen bouwden de Amerikanen aan een democratie in Irak en de Sjiïten zijn daarin de meerderheid. Dus het lag nogal in de verwachting dat er ook een Sjiïtische regering zou komen. Onder leiding van Benazin, kun je zeggen, hebben de Amerikanen dus eerst de basissituatie gecreëerd waarin het mogelijk was om de IS-beweging van de grond te krijgen. Zonder de Amerikaanse interventie in Irak, nogmaals een totaal overbodige exercitie, zou dit allemaal niet gebeurd zijn. Dat is de ironie van de zaak. Wij vechten nu tegen een monster wat Amerika gecreëerd heeft. Ja. En als je met Amerika identificeert, ze moesten iets met Irak, als je het eenmaal bezette. Laat ik er nog even kort bij zeggen, er was geen enkele reden om dat te doen. Saddam Hussein had totaal niets te maken met 9-11. Dat hebben de Amerikanen uitgevonden dat het wel zo was. Een hele lange propagandaoorlog gevoerd dat het zo was. En nu hebben ze Irak bezet. En vanaf dat moment hebben ze vrijwel alles fout gedaan. Ze hebben de Ba'athpartij opgeheven. Dat was het officiële politieke instrument van Saddam Hussein. En ze hebben bovendien het leger ontbonden. Allemaal Bremer, ooit ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland. Toen al een vervelend autoritair baasje. En dat was hij in Irak uiteindelijk ook. Want dat betekende dat duizenden en duizenden mannen met een heel behoorlijke baan en een heel aardig inkomen plotseling... alles kwijt waren. Ja, alles kwijt waren. Ze hebben heel kort nog een soort uitkering gekregen, maar dat was volstrekt onvoldoende om van te leven. Ja. Dus wat moesten die mensen? Het waren vrijwel allemaal Soenieten, want het regime in Irak was een Soenitisch minderheidsregime wat de Sjiitische meerderheid onderdrukte. Dus de meeste van die lui hebben zich onmiddellijk aangesloten bij een soort van low-key opstand tegen de Amerikaanse aanwezigheid. We weten allemaal hoe effectief die in feite is geweest. Ondertussen bouwden de Amerikanen aan een democratie in Irak en de Sjiïten zijn daarin de meerderheid. Dus het lag nogal in de verwachting dat er ook een Sjiitische regering zou komen. Onder leiding van Benazin, kun je zeggen, hebben de Amerikanen dus eerst de basissituatie gecreëerd waarin het mogelijk was om de IS-beweging van de grond te krijgen. Zonder de Amerikaanse interventie in Irak, nogmaals een totaal overbodige exercitie, zou dit allemaal niet gebeurd zijn. Dat is de ironie van de zaak. Wij vechten nu tegen een monster wat Amerika gecreëerd heeft. Ja. En als je met Amerika identificeert, kun je zeggen wat wij zelf gecreëerd hebben. Nou ja, goed, ik zeg we zelf, omdat wij ook Nederland in zekere zin een betrokkenheid hebben. Nou ja, wij zijn zowel in Afghanistan als in Irak betrokken geweest bij het Amerikaanse optreden. En dat hadden we naar mijn idee zeker niet moeten doen. U hoort, het is uw schuld eigenlijk. Ja, dat is nog korter dan de bocht van het exposé hiervoor. Het ligt er net waar je de geschiedschrijving begint. Ik vind het een interessant exposé voor een scriptie. Maar het gedeelte waarin een minderheid een land terroriseert... ja, daar kun je ook weer een heel exposé over hoe dat allemaal weer komt. Maar we gaan niet veel in de geschiedenis zitten, hoor. We moeten nu ook even blijven bij waar we nu zijn. Maar ik vind het typisch Nederlands. Ja. En natuurlijk, als je verstand van geschiedenis hebt... zou het gek zijn als je daar niet heel veel over zou willen vertellen. Maar waar het nu over gaat, is hoe zorgen we er nu voor dat... we als Nederland niet voortdurend eerst gaan nadenken over procedures en wie de schuld heeft. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen gewoon blij naar zijn werk gaat? Ik liep vanmiddag over het Binnenhof, ben in de Tweede Kamer geweest. Ik heb geen spoor ontdekt van nervositeit. Ik zag wat meer margezees op straat, duurde iets langer voor ik binnenkwam. En op een uiterst Hollandse manier, uitermate flegmatiek, werd daarmee omgegaan. Nee, daar is het helaas te complex voor. Hè. U vroeg net waarom gaan die Fransen nu meteen bombarderen. Dat is natuurlijk alleen maar voor het nationale toneel. Omdat iedereen boos is, teleurgesteld en wil dat er iets gaat gebeuren. Maar aan de andere kant, de politiek eist ook in het Nederlandse geval altijd precisie, precisie, precisie. Geen collateral damage. Dus de doelen die aangevallen worden... aangevallen worden, die hebben wel degelijk met IS te maken. Daar win je overigens, daar ben ik volstrekt met onze historicus eens, geen oorlog mee. Maar je houdt ze wel klein, je houdt ze bezig, je houdt ze on the run. En je maakt ze ook geen magneet voor mensen die twijfelen of ze in deze samenleving verder moeten op. Dat laatste waar ik te betwijfelen. Waarom zou het geen magneet zijn? Want juist als ze aangevallen worden, kunnen nog meer jongens toch zeggen uit de buurt waar u vandaan komt. Inderdaad. Dus de slogan van IS luidt Baqi wa tamaddat. Dus het zal blijven en het zal uitbreiden. Het Westen is erin geslaagd om het te beperken. Het niet verder te laten uitbreiden. Zonder die bombardementen hadden ze zeker Bagdad ingenomen, voor alle duidelijkheid. Ja. Dus het is beperkt. Maar die bombardementen zorgen ervoor dat IS in hun propagandafilmpjes meer kunnen recruteren. Omdat er sowieso onschuldige mensen sterven. En die camera's worden gericht natuurlijk op die onschuldige mensen. Ook al zijn het er maar 2 of 3. Dus ik ga hiermee volledig akkoord dat zonder boots on the ground een oorlog nooit kan gewonnen worden. Oké, dat vind ik een andere vraag. Maar het feit waar jij het over hebt is, het gaat over propaganda en hoe je die propaganda voedt. Maar kan je toch verzekeren, als commandostructuren vernietigd worden, als geld vernietigd wordt, als wapens vernietigd worden, dat het lastig is om een organisatie, hoe je hem ook noemt, in stand te houden en effectief te laten zijn. Dan blijft uiteindelijk alleen propaganda over. Keep them on the run. Het is wel aantrekkelijk. En ik denk dat de IS vandaag beseft dat het kalifaat die zij hebben gesticht niet per se een kalifaat is, omdat zij de moslims niet beschermen. Maar ze gebruiken die concepten die leven onder de moslimbevolking om te recruteren. Toen jongeren in Nederland hoorden over het herstel van het kalifaat, iets waar dat ze dagelijks misschien mee geconfronteerd worden op internet tijdens conferenties, dan was het zo van, ja, wij hebben het gedaan. Wij hebben de koloniale grenzen uitgewist. En dit heeft de IS natuurlijk gebruikt om te recruteren. Ja. Ik geloof wel als helemaal niet dat ze in staat zouden zijn om Bagdad in te nemen. Want dat is echt een militaire klus van totaal andere aard dan al die relatief kleinere steden daar. Zonder bombardement hadden ze Bagdad. Ik denk dat ze Bagdad kunnen nemen en dan. Jongens, laten we dit gedeelte van het voorspellend stratego even achterwege laten. Uittrekken. Alle militaire interventies die de Amerikanen gepleegd hebben, zijn uitgedraaid op massale mislukkingen. Of het nu Afghanistan is, de Tweede Wereldoorlog wel een aardig succes eigenlijk. Libië, ja, we hebben het nu even over het Midden-Oosten. Want nu gaat u al ver terug. Hè. U verwijt mij dat ik over dat gaan we niet doen. Praat. En hij geen geschiedkundige. We komen straks bij de 80-jarige oorlog aan. Een aantal dingen uit het oog verliezen. Het is Osama Bin Laden die Amerika heeft aangevallen om een actie van het Westen uit te lokken. Omdat het bezigheid, we weten allemaal hoe effectief die in feite is geweest. Ondertussen bouwden de Amerikanen aan een democratie in Irak en de Sjiïten zijn daarin de meerderheid. Dus het lag nogal in de verwachting dat er ook een Sjiïtische regering zou komen. Onder leiding van precies de verkeerde figuur, Nouri al-Maliki. Ja. En wat heeft hij gedaan? Die heeft eigenlijk in toenemende mate een sectarisch intolerant bewind gesticht. Waarbij Soenieten werden ontslagen. De Soenitische vicepresident moet vluchten naar Koerdistan. Het was een wanvertoning. En daarvan heeft eigenlijk de beweging, die eerst Al-Qaeda in Irak heette, gebruik gemaakt om in feite een soort van weerstandsbeweging te stichten. Die al-Bakr al-Baghdadi, die daar nu de baas van is, die is in ongeveer 2010 is die daar de leider van geworden. Niemand stelde zich daar veel voor, maar hij blijkt dat enorm goed gedaan. Hij begint zijn carrière in een Amerikaans gevangenenkamp in 2004... waarin hij in feite al die lui heeft leren kennen die nu het kader vormen van IS. En zij richten zich, IS richt zich in eerste instantie tegen Assad en wordt door bijna iedereen, ook in het Westen gezien, als misschien ook nog wel een partner tegen Assad. Ja, ze hebben de Syrische burgeroorlog gebruikt als een soort van opstap naar een beheersing van gebied. Op een moment heeft al-Bakr bedacht, ik wil eigenlijk een staat stichten, het nieuwe kalifaat geheten. En al die Soeni-steden die langs de Eufraat en het Tigris liggen, hadden schoon genoeg van het Sjiïtische bewind. En dat was allemaal keurig voorbereid en hebben zich laten bewerken door IS om in feite onder IS-gezag te geraken. Ja. Zo is in feite het nieuwe kalifaat ontstaan. In Syrië was dat ook mogelijk, omdat IS zich daar vrij snel gericht heeft tegen andere verzetsgroepen tegen Assad. Ja. Maar in algemene zin kun je zeggen, hebben de Amerikanen dus eerst de basissituatie gecreëerd waarin het mogelijk was om de IS-beweging van de grond te krijgen. Zonder de Amerikaanse interventie in Irak, nogmaals een totaal overbodige exercitie, zou dit allemaal niet gebeurd zijn. Dat is de ironie van de zaak. Wij vechten nu tegen een monster wat Amerika gecreëerd heeft. Ja. En als je met Amerika identificeert, kun je zeggen wat wij zelf gecreëerd hebben. Nou ja, goed, ik zeg we zelf, omdat wij natuurlijk, ook Nederland in zekere zin een betrokkenheid hebben. Nou ja, wij zijn zowel in Afghanistan als in Irak betrokken geweest bij het Amerikaanse optreden. En dat hadden we naar mijn idee zeker niet moeten doen. U hoort, het is uw schuld eigenlijk. Ja, dat is nog korter dan de bocht van het exposé voor. Het ligt er net waar je de geschiedschrijving begint. Vindt een interessant exposé voor een scriptie. Maar het gedeelte waarin een minderheid een land terroriseert... ja, daar kun je ook weer een heel exposé over hoe dat allemaal weer komt.